Aangeboren gedrag is gedrag dat je vanaf je geboorte hebt, zoals de behoefte aan eten. Volgens sommigen is altijd gedrag erfelijk bepaald, dus bijvoorbeeld ook criminaliteit. Zo had de Italiaanse geleerde Lombroso bedacht dat je criminelen aan hun uiterlijk kunt herkennen, zoals je ziet op de afbeelding. Aangeleerd. Aangeleerd gedrag is altijd gedrag wat je van anderen krijgt aangeleerd, zoals bijvoorbeeld het eten met mes en vork en tanden poetsen. Opvoeden. Opvoeden is anderen gedrag aanleren. Voorbeelden van opvoeders zijn natuurlijk je ouders, vrienden, je familie, maar ook de media en leraren. Al deze opvoeders samen probeer je cultuur bij te brengen. Maar wat is nu cultuur? Cultuur is alles wat een groep mensen zich heeft aangeleerd. Bijvoorbeeld de taal die je spreekt. Of wat voor eten je eet. Opvoeding. Opvoeding gebeurt niet in één keer. Het verloopt geleidelijk en wordt vaak aangepast. Soms liegen we eerst over iets, later niet meer. Zoals bijvoorbeeld over Sinterklaas. Opvoeden is een manier om waarden en normen over te dragen. Waarden en normen. Waarden zijn ideeën die mensen heel belangrijk vinden. En normen zijn regels over hoe iemand zich moet gedragen. Belangrijk. Eerst heb je bepaalde waarden, dus ideeën die jij belangrijk vindt. Die waarden leiden dan tot hoe jij je gedraagt. En dat noemen we dan weer normen. Dus waarden leiden tot normen. Aan de regels houden. Je houdt je aan de regels door opvoeding, doordat je dat dus krijgt aangeleerd. Of door sociale controle, als mensen in de omgeving die controleren hoe jij je gedraagt. Bijvoorbeeld de politie. Of iemand uit de buurt. Voorbeelden van waarden en normen. Stel, de ouders thuis gebruiken veel scheldwoorden. Kinderen zullen dan ook sneller gaan schelden. Dus een slechte waarde kan ook tot een slechte norm leiden. Stel, je hebt de waarde gezond leven. Dan hoort dan de norm bij dat je bijvoorbeeld niet gaat roken.